Marie, al onze ramen komen in twee standaardversies. Het houten klassieke raam, standaard houten kader. En wij hebben nu ook elke raam in polyurethaan versie. Dit is een houten kader waar rond een polyurethaanlaag zit. Deze ramen raden wij aan om te plaatsen in badkamers, keukens, dus natte ruimtes. Als ook waar u het hoog hebt, dus dat u niet aan het, goed aan het raam kunt voor onderhoud. Of ook als u het gewoon mooi vindt, kan u een wit raam kiezen. Ja. Onze ramen komen in wentelende ramen. Dus dit is de klassieke opening waarbij de scharnier in het midden van de raam zit, Marie. Maar we hebben ook andere ramen die uitzetbaar opengaan. Zoals dit raam hier, waardoor u in het raam kan gaan staan. Niet zoals ik, want ik ben te groot. Als u het raam iets hoger plaatst wel, en dan heeft u een mooi uitzicht. Waar u goed mee moet opletten bij deze ramen is als u een werkblad heeft hier, of een bureau, of het raam zoals ik net zei staat hoog, kan u dit raam heel moeilijk sluiten. Dus is dit een minder goede keuze als het raam hier langs. Het wentelende dakraam komt ook in een elektrische uitvoering of op zonne-energie, waarbij u dan een afstandsbediening krijgt, waarbij u het raam kan openen met de afstandsbediening of u kan zelfs al uw ramen gaan programmeren op die afstandsbediening als u bijvoorbeeld op reis bent of u gaat werken en u wil uw raam openen. Marie, voor lage energiewoningen en passieve woningen hebben wij drievoudig glas, zoals u hier ziet op deze snede. Hier ziet u de drie lagen glas en dit is ook een polyurethaanraam. Hier ziet u het houten kader en de polyurethaanlaag rond. Als u het raam nog beter wilt isoleren, raad ik u aan om het raam in te laten bouwen. Een standaard Velux raam, als dit de tak is en dit is het raam, staat zo. Met de verzonken inbouw staat deze veel dieper in, tot 4 centimeter meer contactoppervlakte, waardoor uw raam toch beter is geïsoleerd. Okay. Marie, hier is onze catalogus, daar vind je alle informatie in. Je vindt die ook terug op onze website, velux.be. En je bent hier ook altijd in de showroom welkom. Oké, okay, ça va. Voilà, bedankt. Veel succes. Tot ziens. Dag. Ja.